Ik ben Ditte van Harte van de vereniging Aardehuizen Deventer. Wij willen een project starten met 23 mensen, huishoudens, om ecologische huizen te bouwen die zelfvoorzienend zijn. En dat gaat in Olst gebeuren volgend jaar. Dat is wat je hier in de kraam kan zien. Dat is een van onze doelen inderdaad, om duurzaam te kunnen wonen. En ook te laten zien dat je zelfvoorzienend kan wonen. Daarnaast hebben we ook een doelstelling om dat ook uit te dragen. Dus we willen ook een bezoekerscentrum neer gaan zetten. Waarin we laten zien wat we doen, maar waar ook cursussen gegeven kunnen gaan worden rondom duurzaam bouwen. Zodat we eigenlijk de kennis die wij op gaan doen en al nu al opdoen in ons project ook door kunnen gaan geven aan andere geïnteresseerden. Wij hopen in 2 jaar met z'n allen 23 huizen gebouwd te hebben. Elke dag werk. Ja, oké. Nee, we gaan ons committeren voor 8 uur per week. Dus allemaal een dag per week. En deze projecten trekken is de ervaring ook heel veel vrijwilligers aan. Mensen die plannen hebben om het zelf ook te gaan doen. En die willen ervaring opdoen. Maar ook gewoon mensen die er enthousiast van worden en willen komen helpen. Dus we denken dat we met in totaal in die 2 jaar maar wel 500 vrijwilligers zullen trekken. Die meehelpen ons plan te realiseren. Het wordt een combinatie. 23 huishoudens die willen daar ook echt gaan wonen. Mm-hmm. En het bezoekerscentrum wordt cultureel, maatschappelijk met de doelstelling. Dus, het wordt goedkoper omdat je met z'n allen voor 25 huizen collectoren kan gaan inkopen, bijvoorbeeld. Okay. In plaats van dat je dat alleen voor je eigen dak moet gaan doen. Je kan elkaar helpen met de ene kan goed lemen en de andere kan beter met elektriciteit overweg. Dus dat zijn allemaal schaalvoordelen, zou ik willen zeggen. Naast hopelijk het plezier wat we met elkaar gaan hebben om dat gewoon van de grond te tillen. Zeker milieuvriendelijk. En dat is ook gewoon aan de orde in deze tijd. Dat dat meer moet gaan gebeuren. En dat het ook gewoon kan. De technieken zijn voorhanden. En dat maakt wonen ook goedkoper omdat je minder lasten zal hebben. Als je niet op het elektriciteitsnet hoeft. En je kan je eigen water verzamelen. Maar ook door hergebruik langer gebruiken. Dat zal allemaal je lasten naar beneden halen. Ja, dus het wordt uiteindelijk een andere manier van leven. Maar wel naar de maatstaven die we ook in dit land hebben. En naast de zelfvoorzienendheid willen we ook gezamenlijk bijvoorbeeld onze woonomgeving groen maken en eetbaar. Dus permacultuur is ook echt een pijler in ons project. Waarin we met elkaar ook de omgeving zo eetbaar mogelijk willen maken. En op die manier dus ook in een behoefte te kunnen voorzien. Namelijk gewoon je voeding. Dus eigen groentes kweken. Fruit. Ik weet niet of je hier in de buurt woont, maar ik wil je zeker uitnodigen om volgend jaar ook gewoon echt nog een keer te komen kijken als het zover is. Okay. Dat je het met de eigen ogen kan zien. En desnoods kom je een dag helpen ook. Maar het lijkt wel leuk als je ook echt het echte werk komt zien.